Ik ga u straks ook even laten meeluisteren hoe het in zijn werk gaat bij de leader Manu de Kranen. Verder is Luc de Smet linkse wingman. Wingman tenminste heeft 2000 vlieguren. Hij is technisch ingenieur. Hij is gespecialiseerd in havenkranen en nu vliegt hij gewoon mee formatie. Luc de Smet, Rick de Smet is zijn zoon, rechtse wingman. En heeft 700 vlieguren en is technisch ingenieur bij Snikma. Onderhoud van vliegtuigmotoren. Een mooie clothesline, de stern, zien we nu. En de laatste, de Charognard, zeg maar, dus achteraan in de formatie, is Steven Teeldeman. Hij is instructeur van treinbestuurders en vlieginstructeur bij de vliegclub van Ursel. Victors bestaan sinds 2004 en hebben al enorme, ja, hoe wil ik het zeggen, progressie gemaakt sinds 2004, zoals u zelf kan zien. Wat u eigenlijk nu ziet, dames en heren, is een soort slow motion van een aantal figuren die u dus straks bij de zwaardere types hebt gezien, zal ik maar zeggen. Ik ben zelf amateurpiloot en ik kan u verzekeren, het is geen sinecure om op deze manier formaties te maken. Misschien nog een klein woordje over het vliegtuig zelf. De Piper P28 is een toestel dat nog steeds gebouwd wordt in Florida, in Vero Beach. 60 jaar later, want het eerste vloog in 1960, in Cherokee. Hier wordt er gevlogen met de Cadets en met de Warrior. Weegt maximaal 1100 kilo en heeft dus een motor van 160 pk. Maximale snelheid is ongeveer 225 km per uur. En tijdens hun display tenminste vliegen de piloten ongeveer aan een 160 km per uur. En let u nu goed op. En gaan dan van een diamond formation naar een T formation gaan, om dan vervolgens weer, voilà, ze gaan nu terug in de diamond formation. Gaan hier passeren en dan vervolgens zich prepareren voor het afscheid, zeg maar. Heel mooi synchroon, dames en heren, echt waar. Ja, nu een rechtse bocht maken en terug naar een diamond formation gaan. Om dan naar het publiek toe te komen voor de final break. Voilà, ze gaan nu afscheid nemen met hun final break, dames en heren. De Victors komen nu naar ons toe en kijk je maar wat er gebeurt. Voilà, daar zijn ze, dames en heren. Was dat lief, jong. Hey. Was blijft gewoon kinderen, man. Blijf te drinken. Jezus, dat is 100 keer goed dat moet doen. Goed, man. Dat is een man. Ja, voilà, dames en heren, een prachtige break van de Victors. Dank u wel. Emmanuel de Kranen, Luc de Smet, Riet de Smet en Steven Teeldeman.